Veel mensen dan, die kopen goedkopere merken in de supermarkt. Ja, de hogere prijzen die merken we natuurlijk allemaal. In april stegen de prijzen van voedsel zelfs met 8,5%. Ja, en waar heel veel mensen de luxe hadden om lekker door de supermarkt te lopen en gewoon te pakken waar ze zin in hadden, is dat voor velen nu anders. Een onderzoek van ABN AMRO, waar de Telegraaf over schrijft, laat zien dat consumenten nog wel altijd dezelfde supermarkten bezoeken, maar dat ze niet meer per se de A-merken op ooghoogte pakken, maar eventjes wat lager in het schap kijken om op de kleintjes te letten. Het is nog niet zo dat mensen verschillende supermarkten af gaan struinen, echt op zoek naar de koopjes. Maar de verwachting is wel dat als de inflatie aanhoudt, of misschien nog wel erger wordt, dat mensen dat uiteindelijk wel gaan doen. Doen jullie dit al? Jij? Nou, nog niet. Maar ik merk wel dat alles wel flink in prijs is gestegen. Ja, ja. We horen vaker van agenten ook dat ze niet helemaal blij zijn met hun salaris. Dat ze denken, we kunnen wel wat meer verdienen. Ja, we hebben net een verhoging. We hebben net een betere CAO. Ja, oké. Dus dat, je hoort niet van je collega's ook dat al een ding aan het worden is. Nou ja, er was natuurlijk wel een tijd. We hebben natuurlijk best wel lang gestaakt en acties gevoerd voor een betere CAO. Maar die hebben we nu gekregen. Dus daar vind ik niet dat we nog verder moeten zeuren. Nee, oké. Hoe zit het bij jou? Je woont in België. Hoe zit wat? Nou, hoe dat zit met die supermarktprijzen. Gaat het daar net zo aan toe als hier? Absoluut. Dus je wordt bewuster in wat je koopt. Mm. En ja, je oog valt natuurlijk ook op koopjes. Ga jij zelf naar de supermarkt, Robert? Zeker, ik was. Nou ja, wat is dat nou voor een vraag? Nee, dat is gewoon alsof ik gisteren uit een ei gekropen ben. Nee, ik weet niet. Absoluut, ik was gisteren ook nog in de supermarkt. En ik heb veel fruit gekocht. En als het fruit in de aanbieding is, dan pak ik. Als het de tweede bus blauwe bessen voor de helft is, dan gaat die mee. Ja, dat is cool, hè? Ja. Blijf een Nederlander, ja, toch? Ja, dat snap ik.